is de beenhouwer van de ploeg. Ja, de Phoebe. Zonder twijfel. Van mij staat die al in het voet van eerst geshot, dat is ongezien. Wow, de Mexican kan er ook wel staan. En de Piet. De Piet ook wel. Maar ik zou inderdaad over... Dus de verdediger. Ja, ja. Heel die echt klaar. Goh, ik denk de favoriet zou dat hem soms... De laatste 3 jaar niet. Het is geminderd. Maar er zijn jaren geweest waar het hem toch stevig... Ja. De Piet durft dat ook wel. Ja. Als het moet, dan moet het. Dan schopt hem die in onder het veld. Maar het verschil met de Piet is, die zegt dat ook gewoon elke wedstrijd en elke training. Van, oh, ik kan schuppen stroof en ik kan, vandaag is mijn wedstrijd niet geslaagd als ik niemand heb kunnen schuppen. Ja, maar, dus die streeft nog dat imago. Dus dat is wel... ik denk dat dat wel verschil is. Want er zijn er een paar die wel... Want de Jente kan ook wel wat schuppen. Jij kunt dat inderdaad ook wel. Ja, maar de Jente moet maar, ook wel precies. Voor de Piet is dat gewoon een doel op zichzelf. Ja. Wat moet, dat moet. Piet. Ja, Piet. Jongens. Dat was snel, denk ik. Ja. Dat is in die fiets, hè. Dat is goed. Nou, meer bal, zonder bal. Oh, dat moet het. Nee, dat komt wel. Pak je voor de pijn. Wel een favoriet of die Jente? Die maakt ook echt heel veel fouten. Jente kan ook goed. En die is ook echt van niemand bij die Jente. Maar die Jente is geen beenhouwer, dat is gewoon zo'n venijnig ventje. Zo. Ja, een favoriet is wel echt een beenhouwer. De Phoebe is gewoon een beenhouwer en de Piet kan er ook eventueel wel iets van. Ja. Dat is een Piet, hè. Dat is een Piet, ja. Dat is een bouwde schiet. In die schaars. Niet de Phoebe? Nee, de Piet. Oké. Okay, Phoebe is keurslager. Ja. Piet is een beenhouwer. Ja, ik heb al heel de verdediging in je antwoord gekregen. Het is er niet. Pietje trapt in ogen. Ja, oké. Ik heb al gehoord, Phoebe. Blijkbaar. Ja. En ik durf te zeggen, Piet ook. De Piet ook, ja. Is ook al gevallen in de klas. Dus. De Phoebe onbewust, denk ik. Ja.